Nou, nog een keer op pad met de amfibio. Nou, de Nederlandse kust. Ik heb hem staan op 5 toon. Ik heb eerst de grondbalans gedaan op het nat in beach. En toen overschakeld naar 5 tonen. De gainen staan op 94 en de disc op 15. En ik ga even een tijdje op het nat kijken. Hij is lekker stabiel. Maakt geen bijgeluidjes. $0.20. Lag ze op zo'n 25 centimeter. $0.50. $0.50. Haarspeld. $0.05. Een hangertje. Ik weet niet of het zilver is of wat het is. Het is een hangertje. $0.20.
2 euro. €0,20. €0,50. Die lag op bij de 30 centimeter. €0,50. €0,50. €0,10. €1. Ja, tweede run met de Amphibio. Ik zeg, goede detector. Heel stabiel, heel snel. Het diepste had ik, had ik een muntje nu. Ik dacht 35 centimeter ongeveer. Maar een echte diepte test op het strand ga ik nog doen binnenkort. Zodat we daar een goed beeld van hebben. En ook weer met diverse muntjes en sieraden. Zodat er diversiteit is aan testmateriaal. Voor nu wil ik hem gewoon nog even leren kennen, dus ik doe nog even een paar hunts gewoon. En dan ga ik even echt het test doen. En ik leer een machine toch het best kennen in het veld zelf, niet met een lucht, met een airtest of wat dan ook. Dus wordt vervolgd.